Hallo, mijn naam is Eva de Klerk. Ik ben hoofddocent bij de Oosterse Talen en Culturen en tevens opleidingsvoorzitter. En ik ga jullie in deze video kort wat vertellen over onze opleiding. Op deze slide zien jullie de vragen of rubrieken die aan bod komen. Oosterse, wat is het? Internationalisering, wat doe je ermee en voor wie? Eerste vraag, Oosterse, wat is het? Wel, het is dus een opleiding talen en culturen. Dus jullie leren talen in hun culturele contexten en jullie leren over culturen, onder andere aan de hand van bronnen in de talen van die culturen. We hebben het over het Oosten. Dat is het stuk van de wereld wat wij bestuderen en je kiest hierbij voor één van vier afstudeerrichtingen. Met name een van deze, hè, en we gaan van west naar oost, hebben we eerst de Arabische wereld en Noord-Afrika, wat wel niet op deze afbeelding staat, maar goed. Ten tweede hebben we Zuid-Azië en India, ten derde China en ten vierde Japan. Je ziet ook op deze afbeelding dat er overlappingen zijn tussen die vier gebieden, en dat is niet toevallig. Er zijn dan wel vier aparte afstudierichtingen, maar deze gebieden hebben door de eeuwen heen elkaar ook steeds beïnvloed. En daarom gaan studenten bij ons ook telkens een aantal vakken meevolgen van een andere afstudierichting. Studenten Japan bijvoorbeeld gaan niet alleen het vak geschiedenis van Japan volgen, maar bijvoorbeeld ook het vak geschiedenis van China, omdat China voor een stuk ook bepalend is geweest. Voor het Japan zoals we dat de dag van vandaag kennen. We gaan dus met andere woorden telkens ook eens over het muurtje kijken. De volledige opleiding Oosterse talen en culturen bestaat uit een bachelor van 3 jaar, gevolgd door een master van 2 jaar. In de bachelor volg je vakken voor 180 studiepunten, dat wil zeggen 60 studiepunten per jaar, waarvan circa 135 studiepunten in je eigen opleiding en 45 studiepunten buiten de opleiding. In bachelor 1 heb je taalvakken en cultuurvakken. De taalvakken zijn meestal twee taalvarianten, een moderne en een klassieke variant van dezelfde taal. En de cultuurvakken zijn de vakken geschiedenis en literatuur. Daarnaast zie je in het blauwe kolommetje dat je in het eerste jaar ook voor 15 studiepunten algemene vakken hebt. Dit zijn algemeen vormende menswetenschappelijke vakken die je volgt samen met de andere studenten van de faculteit. In het tweede jaar gaan we verder met taalstudie, uiteraard op een hoger niveau. En nog enkele cultuurvakken. Dit betreft dan een vak religie en een vak maatschappij. En ook een blokje methode. De universiteit is een academische instelling en een deel van de opdracht van de universiteit is om onderzoek te doen. En in de methodevakken leren wij de studenten onderzoek te voeren in ons vakgebied. Onder andere het gebruiken en valideren van bronnen en allerlei informatie. Studenten leren academische papers schrijven, presentaties geven en zo verder. In het tweede jaar worden de algemene vakken vervangen door een minor. Hierbij kiezen de studenten een pakket aan vakken vanuit hun eigen interesse. Stel, je hebt een interesse in bijvoorbeeld China, maar die interesse gaat toch meer specifiek uit naar de politiek, dan kan je in je minor vakken politicologie gaan volgen om op die manier je eigen specialisering uit te bouwen. Als je er eerder aan denkt om in de bedrijvenwereld te gaan werken later, dan kan je in de plaats daarvan kiezen voor de minor economie en bedrijfskunde. Wil je bijvoorbeeld liever een NGO-werk gaan doen later, dan kan je kiezen voor een minor samenleving en diversiteit. Dus dat wat betreft de minor. En zoals je ziet, wordt die ook verder gezet in het derde jaar. Volgende rubriek is die van internationalisering. En zoals je ziet, hier niet met een vraagteken, maar met een uitroepteken, omdat vanzelfsprekend een opleiding als Oosterse het concept internationalisering zeer belangrijk vindt. En in het derde jaar kan je voor een semester bij ons
naar het buitenland. Hè. Dus Arabisten gaan dan naar Egypte, de Indologen gaan naar India, Sinologen naar China en Japanologen naar Japan. Je kan ook eventueel via Erasmus elders in Europa een semester doorbrengen, maar de meeste studenten, Oosterse, kiezen ervoor om een semester in hun doelland door te brengen. Dat is in de eerste plaats een unieke ervaring die zeer mooi staat op je cv. Je krijgt er meteen ook een taalbad in de taal die je bestudeert en je kan op die manier je talenkennis naar een hoger niveau brengen. Bij deze rubriek wil ik het kort ook al hebben over onze master. Want ook in de master krijg je nog eens de kans om naar het buitenland te gaan. En je kan een semester of zelfs een heel jaar, als je wil, doorbrengen in het land dat je bestudeert. En daarnaast is er ook nog een verplichte stage in de master van 45 werkdagen, die je, als je dat wenst, ook in het doelland kan doorbrengen. Dan, Oosterse, wat doe je ermee? Wel, studenten, Oosterse talen en culturen komen later in heel verschillende sectoren terecht. Dat kan gaan van bedrijven naar NGO's, openbare diensten, migratiediensten, diensten voor nieuwkomers. Ook het onderwijs, bijvoorbeeld vakken Nederlands voor anderstaligen, is iets wat populair is bij onze alumni. De toeristische sector, consulaten en ambassades. Maar ook academisch onderzoek, dus een aanzienlijk deel van onze studenten, blijft uiteindelijk ook werkzaam aan de universiteit. Voor wie? Wel, een vaak gestelde vraag is die van de voorkennis. Het antwoord hierop is heel kort geen. Er is geen specifieke voorkennis vereist, enkel een diploma secundair onderwijs. Doorzettingsvermogen is een zeer belangrijke factor in onze opleiding. Het is niet makkelijk om je mentaal te verplaatsen in een cultuur die heel anders is dan de onze. Uiteraard is ook een interesse in talen en culturen belangrijk en het helpt zeker als je een beetje een talenknobbel hebt. En daarnaast ook een interesse in de wijde wereld. Mensen die Oosterse talen en culturen studeren, zijn mensen die er zich bewust van zijn dat de wereld groter is dan wat er gebeurt onder de eigen kerktoren. Dus voor jullie die erover denken om Oosterse volgend jaar te gaan studeren, waaraan kan je je verwachten in het eerste jaar? Je zal krijgen 5 algemene vakken voor 15 studiepunten en dan voor 45 studiepunten 2 taalvakken, doorgaans taalvarianten van dus dezelfde taal, en 2 vakken Oosterse geschiedenis, dus een vak geschiedenis van de afstudeerrichting die je zelf kiest en dan nog een geschiedenis van een aanleunende regio en dan nog 1 vak Oosterse literatuur. En dan sluit ik graag af met het kort toch al eens te hebben over de studentenverenigingen die actief zijn in onze opleiding. Dat zijn er namelijk 2. Dat is ten eerste de overkoepelende Oosterse Afrikaanse Kring, OAK. En ten tweede Tomonokai, dus dat is de studentenvereniging specifiek voor afstudeerrichting Japan. Ziezo, dat was het. Mochten jullie vragen hebben, voel je vrij dan te mailen naar mij. Je kan contactinformatie vinden op onze website. En voor de rest, wie weet, tot in september bij de start van het volgende academiejaar.